Goedemorgen. Kunnen jullie me horen, allemaal? Ik geloof wel, hè? Goedemorgen. U ook daarachter. U kunt me allemaal horen. Nou, fijn dat jullie er zijn. Niet een heel grote groep. Dat had ik ook niet verwacht. Het is 11 uur. Iedereen loopt net binnen, is aan de koffie. Maar ik begin toch maar, want ik zei al net, over 25 minuten dan duwt Erik me van het podium af. Want dan gaat Erik iets vertellen over de Green Key. Ook niet onbelangrijk. Ja, ik wil het eigenlijk met jullie even hebben over de reconvoorwaarden voor de vaste plaatsen. Want die staan enorm ter discussie, die reconvoorwaarden. En daar moeten we wat mee. Daar moeten we wat mee als sector. En de vraag is, welke kant moet het op gaan? Wat vinden de leden, wat vinden jullie acceptabel in de wijzigingen van die reconvoorwaarden? Dat hoor ik vandaag en de aankomende weken graag terug. Er zijn nog meer gesprekken met leden gepland in de districten. Er is ook een werkgroepje die zich daarmee bezighoudt met die voorwaarden. Maar uiteindelijk zullen we in 2023 met elkaar onder ogen moeten zien dat we die reconvoorwaarden op onderdelen moeten gaan aanpassen. En dat heeft hiermee te maken. Er zijn eigenlijk drie lijnen die op dit moment de aandacht vragen. En heel veel aandacht krijgen ook in de politiek. Dat is in eerste plaats de vele herstructureringen die op dit moment en het afgelopen, ik zou zeggen, 2 jaar, 1,5 jaar plaatsvinden. Die herstructureringen die worden veroorzaakt, of die zijn veroorzaakt door dat de markt in de coronatijd natuurlijk een tijdje heeft stilgestaan. Niemand deed meer wat qua investeringen. Maar belangrijker nog is dat die markt door corona enorm is veranderd. En dat heel veel recreatieondernemers ook die mogelijkheid zien om hun bedrijf voor een gedeelte te transformeren, te herstructureren. En daar op die plekken van die vaste staanplaatsen tijdelijke objecten neer te zetten voor de kortstondige verhuur. Dus chalets die je voor een week, een midweek, een weekend of wat dan ook verhuurt. Een forse investering, maar ook een beter verdienmodel dan de jaarplaats. Dat levert natuurlijk enorm veel onrust op onder de recreanten die in die vaste staanplaatsen, op die vaste staanplaatsen staan. En die onrust die heeft heel veel politieke aandacht gekregen. Politieke aandacht vooral vanuit de SP. Mevrouw Beckerman die heeft het begrip roofinvesteerders in de politiek geïntroduceerd. En alle ondernemers, alle bedrijven, het zijn met name de roompotten en de Europarksen van deze wereld die zij daarmee bedoelde. Die werden over één kam geschoren en daar werden enorm veel vragen over gesteld in de Kamer door de SP. Er zijn over herstructurering en de rechten van consumenten 240 Kamervragen gesteld in het afgelopen jaar. En daar hebben we gelukkig voor een belangrijk deel aan mee kunnen schrijven aan de beantwoording daarvan. Want wat stond er nou in die vragen met name? Twee dingen stonden centraal in eerste instantie. Later kwamen er nog wat andere onderwerpen bij, daar kom ik zo op. Maar dat ging dus over de huurbescherming van die recreanten die van die plek af moesten, naar een andere plek moesten verhuizen of naar een andere camping moesten gaan. En een soort van voorkeursrecht voor recreanten. In eerste plaats die huurbescherming. SP wilde en wil nog steeds overigens huurrecht voor woningen ook op de campings introduceren. En dat betekent dus dat als je eenmaal een plek hebt en je hebt een contract voor die standplaats, dat je dan in feite een soort eeuwigheidswaarde aan die standplaats hebt. Dat die plek eigenlijk alleen nog maar kan worden opgezegd door de recreant zelf. En dat de recreant huurbescherming heeft tegen opzegging door de ondernemer. Dat is voor ons natuurlijk onacceptabel, want dat is de dood in de pot van het bedrijf. Omdat je dan langzaam of sneller verpaupert. Het tweede punt was het voorkeursrecht voor recreanten. Dat was een idee, en is een idee, het is nog steeds niet van tafel,
waarbij eigenlijk de recreanten, de groep recreanten met vaste plaatsen op een bedrijf, op het moment dat de ondernemer daar het bedrijf wil verkopen, dat niet aan de hoogstbiedende bij wijze van spreken kan doen en mag doen, maar dat die recreanten als groep het eerste voorkeursrecht hebben om dat bedrijf van die ondernemer te kopen. Tegen een getaxeerde prijs uiteraard. En als je dan niet uitkomt, dan is de ondernemer vrij. Maar ook dat voorkeursrecht is wat ons betreft niet bespreekbaar. Die 240 Kamervragen die hebben we in ieder geval op die punten hebben we kunnen meehelpen met de beantwoording door de minister van die vragen. Ik schat zo in, ook op basis van de signalen die worden afgegeven vanuit het ministerie, dat de minister niet wil overgaan tot die gevraagde huurbescherming. Dat is een ingreep in het contractrecht tussen een gast en een ondernemer die te ver gaat. Naar het gevoel, denk ik, ook van de minister. Zeker ook naar ons gevoel. Dat vergt dan ook een aanpassing van het burgerlijk wetboek op dit onderdeel. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het zover zal komen. Dat geldt ook voor het voorkeursrecht. Maar zekerheid hebben we eigenlijk pas op het moment dat die hele discussie is uitgefaseerd. En dat is nog niet het geval. Wat in ieder geval wel belangrijk is, is dat wij in die discussie met de Kamer hebben aangegeven bereid te zijn om de rekenvoorwaarden voor de vaste plaatsen op onderdelen aan te passen. Daar kom ik zo nog even op terug. Dat is wel belangrijk, omdat als we dat niet doen, we de kans lopen de minister niet meer aan onze zijde te hebben. Kom er zo op terug. Tweede punt wat in de Kamer discussie liep, was permanente bewoning. En de woningnood, die, waar ook nog waar sprake van is, in grote mate zelfs. En de idee van een aantal Kamerleden om campings te gebruiken om die woningnood voor een deel op te lossen. Er zijn moties aangenomen in de Kamer en behandeld, waarin werd gevraagd om mensen die de pensioengerechtigde leeftijd zouden hebben bereikt toe te staan om de rest van hun leven te wonen op de camping. Of mensen die nu al op de camping zitten en daar een vaste staanplaats hebben, of ze daar nou nu al permanent wonen of niet, dan wel het recht te geven om daar permanent te gaan wonen. Daar is veel aandacht voor geweest, er zijn zelfs moties over ingediend. De minister heeft daarvan gezegd, dat doe ik niet, dat wil ik niet. Dat is eigenlijk ook een bevoegdheid aan de gemeente, van de gemeente om dat wel of niet te regelen. De omgevingswet biedt eigenlijk al de mogelijkheid voor gemeenten om iemand individueel toe te staan om op een camping permanent te wonen. Maar we zien in de praktijk dat gemeenten daar van die bevoegdheid niet of nauwelijks gebruik van willen maken. En dat vinden wij prima zo, want het is niet de bedoeling dat mensen permanent wonen op campings, omdat ja, ook dat, net als bij het eerste punt, de bedrijven volledig op slot kan zetten en doorontwikkeling van het bedrijf onmogelijk kan maken. Het derde onderwerp, wat zeg maar in die hele discussie in de Kamer ook naar voren kwam, dat in toenemende mate zelfs ook op dit moment de overhand heeft in de discussie, is het onderwerp ondermijning. Er is een rapport uitgebracht door het RIEK, van het RIEK Oost moet ik zeggen. En daarin werd geconstateerd dat op veel recreatieparken sprake was van allerlei vormen van ondermijnend gedrag. Nou, als je dat een beetje gaat afpellen, dan bleek dat dat op veel parken eigenlijk helemaal niet zoveel parken waren. Maar het gebeurde wel. En verder werden er ook geen namen en rugnummers en dergelijke genoemd. Dus het bleef een beetje een schot in het duister, maar tegelijkertijd werd wel een hele sector zo'n beetje in de hoek gezet. En kreeg dat onderwerp ook in de politieke discussie, die begon met herstructurering, enorm veel aandacht. En die aandacht is er nu nog. Er zijn inmiddels 3 ministeries gekoppeld aan het onderwerp. De Kamer is er nog steeds mee bezig. De minister is gevraagd door de Kamer om allerlei instrumenten om in te grijpen op ondermijnende activiteiten op recreatiebedrijven.
En dus dat vraagt onze aandacht op dit moment ook zeer. Dus ook wij kijken naar van hoe kunnen we daar mee omgaan en welke instrumenten zouden we moeten inzetten om die hele discussie van tafel te krijgen. En dus bovenal ervoor te zorgen dat er op campings die wij vertegenwoordigen geen ondermijnende activiteiten plaatsvinden. Nou, we hebben in dit kader zitten wij na te denken over de aanpassing van de reconvoorwaarden. Reconvoorwaarden, zoals jullie misschien weten, die voor de vaste plaatsen, maar ook voor alle andere plaatsen, die worden uitonderhandeld met de Consumentenbond en de ANWB. De laatste keer dat we dat hebben gedaan was rond 2013, dus alweer een tijdje geleden. Maar naar mijn gevoel ging dat best goed met die voorwaarden tot dusverre. Lag er een prima set aan voorwaarden. Maar die hele discussie rond die onderwerpen, die noodzaakt ons op dit moment wel om na te denken over de inhoud van die voorwaarden. En hier en daar wat tegemoet te komen in de richting van de consument. En daar gaan we over praten met de leden, zoals vandaag. Hoewel het gesprek wat lastig is in zo'n grote zaal. Maar ik ga ook het land in naar districtsledenvergaderingen. We hebben een werkgroepje. We werken die voorwaarden uit en komen dan natuurlijk terug bij die werkgroep en bij de leden om te sparren, na te denken en ook een soort mandaat van jullie te krijgen om vervolgens weer met de ANWB en de Consumentenbond in gesprek te gaan over de nieuwe voorwaarden. Wat wij in ieder geval in die voorwaarden niet zullen opnemen is het punt van huurbescherming. Het is niet zo dat de politiek of één politieke partij of een aantal politieke partijen willen dat er huurbescherming, woonruimte wordt toegepast op recreatiebedrijven, dat we dat zomaar gaan geven. No way. En ik denk overigens ook dat bij de ANWB en de Consumentenbond men er ook niet op zit te wachten om woonruimte huurbescherming op de campings in te voeren. En waarom niet? Omdat ook de consumentenorganisaties gebaat zijn bij goede florerende bedrijven waar wordt doorontwikkeld, waar mooie en goede recreatie kan worden gevonden en dus niet op campings die door huurrecht, woonruimtebescherming langzaamaan afglijden omdat daar gewoon helemaal niks meer wordt doorontwikkeld. Dus dat is een punt wat zeker niet in de nieuwe voorwaarden wat ons betreft aan de orde zal komen. En ik schat zo in dat de minister ons daar ook niet toe zal dwingen. Ik denk ook niet dat er een voorkeursrecht in de voorwaarden zal komen. En ik denk ook niet dat de minister dat van ons zal verlangen. Dus waarom zouden we dat opnemen? De markt is vrij. Ondernemer die kan zijn bedrijf verkopen aan wie die wil. En dat is meestal, want het is ook een oude dagsreserve, vaak voor die ondernemer, aan degene die daar ook een goed bedrag voor betaalt. Dus dat komt er wat ons betreft niet in. Er komt geen mogelijkheid, geen wettelijke mogelijkheid tot permanente bewoning. Anders dan wat er nu in de omgevingswet al staat dat de gemeente iemand een vrijstelling of eigenlijk een omgevingsvergunning kan geven om te wonen op een recreatiebedrijf. Maar dat zal in de praktijk niet of nauwelijks gebeuren, omdat dat omgevingsvergunningen zijn die afwijken van het geldende omgevingsplan of bestemmingsplan. Dus er komt geen regeling, en die willen wij ook niet in de voorwaarden natuurlijk, dat mensen het recht hebben om permanent te wonen. Wat je natuurlijk als ondernemer wel en nu ook al kunt doen, is recreanten een contract bieden, niet voor een jaar, wat we nu hebben, een jaar met een verlenging, steeds voor een jaar ook. Dat is een stilzwijgend verlengingsmodel en sommige ondernemers sturen keurig ook elk jaar weer een nieuw contract op met de nieuwe voorwaarden. De voorwaarden nu maken het ook mogelijk om voor langere tijd een overeenkomst met gasten aan te gaan.
Dus als iemand bijvoorbeeld met een nieuwe staancaravan aankomt of bij jou koopt, en dan kun je afspreken dat die gast daar 20 jaar of 25 jaar bij wijze van spreken die plaats mag huren met dat object. En dan komt er na omkomst van die periode van 20 of 25 jaar van rechtswegen een einde aan die overeenkomst. Hoef je bij wijze van spreken niet eens op te zeggen, is er ook geen sprake van herstructurering, is er ook geen sprake van verplaatsingskostenvergoeding, opzegtermijnen. Nee, de overeenkomst komt gewoon ten einde en de recreant moet op dat moment met zijn kampeermiddel vertrekken. Van die mogelijkheid wordt in de praktijk weinig gebruik gemaakt. Bijna niet. Maar die is er wel. En die zal denk ik in de nieuwe voorwaarden ook zeker blijven staan. In het kader van de herstructurering wordt van ons wel verlangd door de minister dat wij op onderdelen de rechten van consumenten gaan aanpassen, gaan verbeteren. Nou, een van de mogelijkheden is om de opzegtermijn die nu in de voorwaarden staat van 12 maanden te verlengen. Die kan naar bijvoorbeeld 18 maanden. Wel een discussiepunt. Willen jullie dat? Ik hoor ook leden zeggen, van mij mag die ook wel naar 2 jaar. Dan moet daar gewoon in de planvorming rekening mee worden gehouden. Nu is die 12 maanden. Ik denk, schat zo in, dat we er niet aan ontkomen om op dat punt water in de wijn te doen en die opzegtermijn te verlengen. Nou, naar welke termijn dat dan zal worden, dat gaan we met elkaar bepalen en uiteindelijk ook de onderhandelingen over aan met de ANWB en de Consumentenbond. Maar zeker is wel dat dit punt op tafel komt te liggen en dat daar onderhandeld over gaat worden. Dan zullen we ook moeten kijken naar de verplaatsingskostenvergoeding. Die is op dit moment 1600 en nog wat euro, maar voor 2023 vanwege de indexering loopt hij al naar de, ik meen uit mijn hoofd, 1760 euro. Dus op het moment dat je iemand opzegt en de opzegtermijn is doorlopen en dat ding, die staancaravan moet weg, dan betaal je per staancaravan, als het een enkelvoudig ding is, 1760 euro van in 2023 aan de consument om dat ding te kunnen verplaatsen. En je betaalt of je geeft bovendien het laatste half jaar van de opzegtermijn korting op de jaarplaats, vergoeding. Wat we moeten doen met die verplaatsingskostenvergoeding is kijken of die nog wel marktconform is. Dat betekent dat we gewoon bij wijze van spreken een aantal offertes zullen moeten opvragen bij vervoerders. Of zij tegen die prijs, dus op dit moment dus ruim 1750 euro, zo'n object nog van A naar B kunnen verplaatsen. Mocht dat niet het geval zijn, dan heb je kans dat die verplaatsingskostenvergoeding verder moet worden aangepast. In dat tijd, toen die tot stand kwam, we zijn geloof ik begonnen bij 1364 euro in 2013, toen was dat in ieder geval wel de marktconforme verplaatsingskostenvergoeding. Dus we moeten op dat punt wat onderzoek doen en al dan niet op basis daarvan gaan aanpassen. Wat we veel tegenkomen, ook in de politieke discussie, is het volgende punt. En daar zitten we als sector ook niet helemaal lekker. En dat gaat om situaties waarbij recreanten een chalet of een staancaravan hebben gekocht. Soms, vaak ook via de ondernemer. Nieuw of gebruikt van een vorige recreant, waarbij forse prijzen worden betaald. U weet zelf op uw bedrijf wat er op dit moment voor staancaravans en chalets wordt betaald. Ik zeg op dit moment wat de gek ervoor geeft en daar moet je echt mee oppassen als ondernemer. Daar moet je op ingrijpen op het moment dat consumenten onderling dingen verkopen die eigenlijk niet de waarde vertegenwoordigen van het object waar het over gaat. Maar daar krijg je als ondernemer wel mee te maken. En als je dan als ondernemer binnen een x aantal jaren wil gaan herstructureren en tegen die consument die eigenlijk veel te veel geld betaald heeft voor
dat chalet of die staankerm en gaat zeggen, ja, je moet weg. En je krijgt een verplaatsingskostenvergoeding. Dan voelt zo'n consument zich redelijk bedrogen. Ja, dat had je me 3 jaar geleden moeten zeggen, of 2 jaar geleden moeten zeggen, of vorig jaar moeten zeggen. Dan had ik dat geld niet voor betaald. Dat is wat er in de praktijk wel gebeurt en waar inmiddels ook wel uitspraken over zijn van de geschillencommissie. Waarbij de recreatieondernemer vanwege het niet communiceren op het moment van de aankoop van het chalet, dat hij binnen afzienbare tijd ging verkopen of herstructureren, een flinke tik op de vingers kreeg van de geschillencommissie. En dat betekent dat je dus een schadevergoeding gaat betalen of moet gaan betalen op het moment dat dat aan de orde is. En dat speelt dus ook in die politieke discussie, waar dit soort voorbeelden natuurlijk gretig door mevrouw Beckerman van de SP naar voren worden gehaald en onder de aandacht worden gebracht van de andere politici in het kabinet. Daar gaan we dus ook over discussiëren met de leden. Moeten we daar iets mee doen? Bijvoorbeeld een extra vergoeding, dan heb je er niet over schokkende bedragen over, hoor, maar een extra vergoeding in de voorwaarden opnemen, in geval de herstructurering plaatsvindt binnen bijvoorbeeld 3 jaar na aankoop van het chalet of de staankerven. Ik weet het niet, het is wel een punt om daarover te praten en uiteindelijk zijn jullie het als leden natuurlijk die daar ook je zegje over gaan doen en ons daarin sturing gaan geven hoe we de onderhandelingen op dit punt ingaan. We zullen bij die nieuwe voorwaarden die er straks komen ook, want dat is een eis die de minister ook wel stelt, uitgebreid moeten gaan voorlichten aan leden hoe het werkt, wat ze moeten doen, waar ze zich aan moeten houden. Er moet dus een soort leidraad ook komen van wat je als ondernemer met die voorwaarden, zeker bij herstructurering, allemaal moet doen. Wat we bijvoorbeeld moeten doen daarbij is ook duidelijkheid geven over wat te doen bij herstructurering van niet verplaatsbare kampeermiddelen. Want ook daar spelen regelmatig problemen. Zomaar huisjes die zijn gebouwd, die bij herstructurering eigenlijk alleen maar kunnen worden afgebroken als het contract wordt opgezegd. Die dingen kun je namelijk niet op een trailer zetten en op een andere camping neerzetten. Die moeten worden gesloopt. Ja, en als die een paar jaar geleden door de consument voor €60.000 gekocht zijn en die bedragen worden betaald en nog veel meer ook voor die objecten, dan ziet u het probleem wel. Een enorme discussie met een recreant die weg moet, maar in één keer de waarde van zijn niet verplaatsbare kampeermiddel, dat zomerhuisje, in rook ziet opgaan. Dat is al een probleem natuurlijk en dan gaat het in de praktijk over de waardering, de waardebepaling van dat niet verplaatsbare kampeermiddel en daar ontstaan natuurlijk enorme discussies onderling over tussen recreanten en gasten. Daar zullen we denk ik wat meer leidraad en houvast moeten geven in de voorwaarden en in de leidraad die we daarover moeten maken. En dat geldt natuurlijk ook voor de waardering van het staankerven en het chalet dat weg moet van de plek. Die kun je namelijk wel verplaatsen. En je zou kunnen zeggen, dat zeg ik in ieder geval altijd tegen leden, die dingen die kosten bij aanschaf een bepaald bedrag. En die schrijven, net als een camper, lineair af tot nul. Dus ja, kijk maar eens even naar hoe oud het ding is. En je laat er een afschrijvingsbedrag op los en dan kom je tot een waarde. Maar wat ik daarover zeg, dat zegt de gemiddelde recreant absoluut niet, kan ik u zeggen. Want die hebben daar een heel ander idee bij en die kijken om zich heen. De mooiste plek van de hele wereld. En natuurlijk ook de mooiste staankerven. En ik heb er een nieuw keukenkastje in gehangen, dus is opeens heel veel meer waard. En ik heb er een heel hoog bedrag voor betaald. Dat hadden ze misschien niet moeten doen. Ze hadden echt naar de waarde moeten kijken. Dus ook op dat punt zullen we denk ik helderheid moeten geven in de leidraad. En geef ik u ook mee dat u zelf bij de verkoop van staankervens door uw gasten, misschien bent u daar ook in bemiddelende rol bij betrokken, veel meer aandacht moet besteden aan de prijsvorming van die staankerven.
U moet niet toestaan dat een of andere woningmakelaar het terrein opkomt en daar een waarde gaat bepalen van die staankerven, die eigenlijk veel te hoog is ten opzichte van de werkelijke waarde van het object zelf. Eigenlijk zeg ik maar, je moet het ding op de parkeerplaats zetten en dan nog eens een keer de waarde bepalen in plaats van maar alles wat er om die caravan heen staat ook mee te waarderen in de waarde van de caravan. En ook nog eens een keer zeg maar de markt en wat de markt ervoor wil geven in de waardering mee laat komen. Want u als ondernemer wordt daar uiteindelijk niet beter van. Want op het moment dat het contract moet worden opgezegd, al dan niet door herstructurering, heeft u gelijk een enorme discussie over de afwaardering van die staankerven. Nou, ik denk dat ik door mijn tijd heen ben. Dit is wat ik eigenlijk even met u wilde delen.